Ik kwam aanlopen uit de receptie vandaan. Toen zat Monique achter het stuur. En Monique reed hem hier de waterplaats op. En zo direct gaat ze hem omdraaien. Dat ga ik dus ook even filmen zo. Goed hè? Monique, wat gaan we doen en waar zijn we? We zijn in Sevilla en we gaan naar Sevilla stad. En het regent. Maar dat hebben we alleen als we... Met Jim en Rilana zijn. Met hun op stap gaan, hè? Ja, dat hebben we alleen regen. Het gekke is, wij hebben het alleen als met jullie op stap gaan. Dit knip ik er tussen vandaan. We zijn nu in Plaza de España. En we gaan het even bekijken en ik hoor iemand gitaar spelen, dus dat wil ik zeker zien. We hebben echt waardeloos weer. Het komt met bakken uit de hemel vandaan. Ik ga er even voor staan hoor. Al deze bankjes staan allemaal voor de regio's van Spanje. En zo staat het helemaal vol tot ver naar de rechterkant toe. Wat een gebouw gereed. Zo. Deze is heel bekend. Don Quixote. Die dacht toen het schemerig was dat dat dieren waren die aan moest vallen, die molens. Nou, ons geliefde Malaga. Zit naast Madrid. En naast Murcia. En volgens Jim is dit Kwadijk. We zijn aangekomen bij Plaza del Torres, kathedraal de Sevilla. Heel indrukwekkend gebouw. Maar als je nou in Le Mans bent, in het centrum, daar ga je op de Kempelplaats staan. En daar heb je ook zo'n soort kathedraal. Die is alleen ongeveer 7 keer zo groot. Hier zijn we op Plaza del Triunfo. Hoe weet ik dat? Nou, omdat het hier staat.
Wat een plein zeg. De grootste houtconstructie ter wereld. Nou denk ik, of ik vermoed, dat wij maar een klein stukje ervan zien, want hij moet veel meer doorlopen. Hallo, we gaan weer weg. Jim en Ilana zijn ook weggegaan. Ik zet even het geluid uit. We gaan naar Algo Donales, een beetje in het binnenland. Vorig jaar hebben we er ook een paar dagen gestaan, het ligt iets boven Ronda. Leuk plaatsje. En we gaan even kijken hoe het daar is. En dan blijven we dan hoogstwaarschijnlijk een paar maanden tot maandag. En dan gaan we daarna weer door naar Ronda. Een paar Ronda. Maanden? Maandag. Oh. En dan gaan we weer door naar Ronda. Doei. We zijn vlak buiten de camperplaats, maar wat is die omgeving hier vreselijk mooi. Het doet een beetje Oostenrijks aan, Zwitserland, maar dan komen ineens de witte huisjes, dus dan zijn we wel weer in Spanje. Maar wat een vreselijke mooie omgeving. Gisteren lukte het uploaden helemaal niet. We zitten nu op een terrasje, kijken of het hier lukt. En een hele slechte wifi is er hier. We zitten een beetje in de bergen, dus vandaar waarschijnlijk. Maar we hebben een lekker ontbijtje besteld. Nou, jullie zien wel wanneer de vlog online komt. We hebben een kleine tostada marmelade. Ik heb meestal met tomaat, vandaar dat ik even aan het twijfelen was. Smakelijk eten, schat. Smakelijk. Het is zondagmiddag. De kerk is net uit en dan krijg je dit er. Zij is ook naar de kerk geweest met twee honden. Maar dan met dit weer wordt het heel gezellig en heel druk. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. We gaan naar Ronda toe, de motorscooter. En even kijken wat we daar allemaal te beleven valt. We zijn er vorig jaar al een keer geweest. En dat was toen erg koud. En nu is het prachtig weer. We zijn net geslaagd voor een simkaart. Ik had er nog eentje van Vodafone. Dus ik moest alleen 140 gig voor 20 euro betalen. En nou schijnt hij weer te werken. Ik had hem alleen niet bij me, dus moet ik eens even boodschapjes aan doen. Even wat brood halen en dan gaan we weer terug. Wat een weertje, hè? Thank you.
We zijn weer terug op de camperplaats. Na in de ronde onder andere simkaart gekocht hebben of opgewaardeerd. Even een rondje over de camperplaats maken. Alles is gratis hier, inclusief stroom. Alleen werkt de stroom deze keer niet. Het is hier heel erg mooi. Hier beneden loopt de weg die naar Ronda toe gaat. Oh, kijk even wat een beheersing. Dit kom je zo ook gewoon op de camperplaats tegen. Het zijn de leuke toevalligheden. In het weekend is het hier heel druk met paragliders. Ze springen hier af of hier of hier. Dat ligt aan hoe de wind staat, geloof ik, had ik begrepen. Dit dorp zou opgenomen kunnen worden in de Witte Dorpenroute. Algonodales heet het hier zo. We zijn een dag verder en ik zei gisteren over dat hier afsprongplaatsen waren voor paragliders. Ik weet niet of het te zien is, maar er zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 zijn er. Hierboven 1, hier 1 en de rest daar allemaal bij die berg. Dus de wind staat schijnbaar gunstig voor om deze kant eraf te kunnen springen. Het is wel een mooi gezicht trouwens. Goedemorgen, we gaan naar de markt in Algodonales. Maar eerst hebben we de camper even verplaatst. We zijn hier gaan staan. En dat komt. Dit is trouwens een hele aardige man. Het zijn allemaal aardige mensen. Behalve deze. Die is heel dicht op ons gestaan en we hadden gisteren de luifel uit, wat hier mag. Je mag hier gewoon campergedrag vertonen, je mag een kleedje buiten leggen, je mag stoelen buiten zetten. Maar hij wist te vertellen dat het niet mocht en hij ging heel dicht op ons staan. Dat de luifel net aan zijn camper niet raakte. En het hele uitzicht was weg, dus weet je wat, blijf lekker staan, wij verplaatsen wel. Ik heb geen zin om aan iemand of iets te ergeren, dus we zijn gewoon op een andere plek gaan staan. En hier staan we net zo mooi. Zo niet mooier, dus prima. En wat is de temperatuur nu, 's ochtends in de schaduw? We gaan even kijken. 22 graden. Dan gaan we even naar de tijd kijken. Schiet nou maar op. Ja, 11 uur 8. En wat is de temperatuur bij jullie in Nederland? Iets minder, geloof ik, hè? Kut voor jullie, zeg. Er zijn hier sinaasappelbomen, citroenbomen en mandarijnbomen. Ik ben naar boven gereden om te kijken of ik ze kan filmen. En hier gaan ze. Maar de weg houdt hierop. Dus op de een of andere manier heb ik een verkeerde pad genomen. Dus ik ga terug en dan ga ik kijken of ik een afslag heb gemist. Of toch kijken of ik ergens hoger kan komen als dit. Er gaan twee gieren trouwens ook.
En hier nog één.